Ja, Mitchell, gefeliciteerd. Een avond met twee gezichten. Beschrijf eens. Ja, het is, je weet als je Twente op bezoek krijgt dat het een hele lastige wedstrijd wordt. En je ziet dat we onnodig eigenlijk achterkomen. Een makkelijke bal door het midden die we gewoon eigenlijk goed moeten opvangen. Omdat we een extra mannetje op het middenveld hebben gecreëerd voor de verdediging. Nou ja, we maken een goede goal tegen. En gelukkig maak ik hem dan nu, de 2-1 de winnende. Maar ik ben blij dat we deze winnen. Ja, maar het is ook zo'n wereld van verschil. In de eerste helft staan jullie met je eigen kont in de goal. Beetje bang en scheiterig leek het af en toe. In de tweede helft geloven jullie er opeens in. Hoe kan dat? Ja, het is niet bang. Kijk, je moet natuurlijk ook rekening houden met hun. Ze hebben natuurlijk goede voorhoede spelers. Het is een stabiele ploeg. En we moeten natuurlijk met onze kwaliteiten weten dat we niet elke keer druk en terug. Dus we, ja, je probeert de goede momenten uit te zoeken. Nou, en nu pakt het gelukkig goed uit. Ga maar een rondje lopen. Gefeliciteerd. Thanks.